meer Asus op GamersNet. En natuurlijk gaan we dat dan allereerst mooi unboxen. We hebben het over de Asus ROG Republic of Gamers Strix Scope. Een nieuw toetsenbord, mechanisch en wel. En het gaat ongeveer in de bestaande Strix-lijn zitten. Dus dat wil zeggen, waarschijnlijk gaat het ongeveer rond de €170 kosten. We hebben geen specifieke prijs die gecommuniceerd wordt van dit wordt de richtprijs. Maar ze zeggen zelf, Asus zegt van dit gaat ongeveer in die lijn zitten. Dus we komen er later wel een keer op terug. En anders staat in de beschrijving hoe duur het ding daadwerkelijk echt kost. Mocht het daadwerkelijk verschijnen. Want hij is nog niet 100% in de winkels. As we speak. Maar we hebben hem hier wel alvast voor de review. Wel zo handig. En dus ook de unboxing. Mechanisch toetsenbord met Cherry switches. Asus doet niet gek met allerlei andere partijen. Dus het zijn Cherry switches. En in dit geval kun je er ook een heleboel verschillende kiezen. Vaak zijn het er 2 of 3. Bij Asus mag je gewoon zeggen ik wil rood, bruin, zwart. En volgens mij hebben we hier zelfs de zwarte variant liggen. Blauw, hel, rood, maar dan stiller. Dat doen ze ook. Allerlei gekke dingen. Qua verpakking, gek beflapje erbij. Maar goed, zodoende. Ja, ik weet ook niet wat daarop sloeg. Maar dit is in ieder geval mooi verpakt. Hij zei Bef. Netjes met een tasje. Haha, ik zei Bef. Haha, goor, seks. hoe dan ook. Op zich, weet je, fijn draagtasje eventueel om nog een keer te gebruiken als je het ding gaat plaatsen. Nou, weet ik veel. Je dichtstbijzijnde landen kan natuurlijk allemaal. Maar verder dan dat is het een vrij simpele unboxing. Want we zijn hier zowat al klaar met natuurlijk nog wat literatuur en de nodige stickers. Ik denk dat die aan de zijkant gaan. Laten we heel eerlijk zijn, als we iets aan gaan unboxen, wie zit er dan echt te wachten op de boekjes en de stickers en dergelijke. Wat er wel nog bij zit is een reeks speciale toetsen. Want dit is namelijk een toetsenbord specifiek gericht op wat meer de shooter. Dus de PC-gamer die zich wat meer bezighoudt met schietspellen of actiespellen. WASD krijg je dus mooie metalen, tenminste ik neem aan aluminium. Keycaps van. En zo'n mooie keycap grabber, zodat je ze er ook mooi af kan vissen. Vind ik altijd wel fijn als ze die erbij geven, want heel vaak heb je die niet. En soms is het dan toch lastig om een keycap eraf te halen. Maar bij deze, super makkelijk. En hier zien we het. Het zijn de rode switches. Ik dacht heel even zwart, omdat dat leek er op de doos te staan. Maar hoe dan ook, nee. Het is dus schijnbaar de rode. Dus het zijn de lineaire switches van Cherry. Dat wil zeggen dat ze vrij snel activeren en dus ook stil zijn. Dus geen klikje en ook geen bump voor zeg maar, het gevoel. Mocht je niet bekend zijn met Cherry switches. Maar bij deze rood is het een keer leuk, want over het algemeen testen we veel bruin en blauw. Dus veel klikkie. Kijken we nog even snel naar de mooie. Even kijken, dit is de D-toets. Ik ben bang. Toch kunststof. Ik dacht eigenlijk van, oh, misschien is het metaal, maar goed, je kunt dus wel gewoon. Wacht, waar is de D? We hebben wel een QWERTY, oh ja. Het is een wat kleiner toetsenbord en we zien ook dat er bijvoorbeeld geen polssteun bij zit. En dat is oprecht wel even wennen, heb ik het idee. Zodoende popt hij er wel mooi uit en weet je precies altijd van waar je je toets moet vinden om lekker verder te kunnen gamen met shooters. Want dat is toch wel waar het voornamelijk op gebaseerd is. En dat is ook leuk, daar hebben ze een aantal dingetjes voor gedaan om te zeggen wij zijn echt voor de shooter. En dat zien we bijvoorbeeld hier aan de controltoets die 2 keer breder is gemaakt dan de gemiddelde controltoets. Die je toch wel vaak nodig hebt met shooters voor crouchen, iets dergelijks. Of nou, ik denk eigenlijk alleen maar crouchen, maar het is wel belangrijk dat erop zit. Dus die is iets groter gemaakt. Ik denk dat dat best wel een goede soort van toespitsing is. Maar omdat het ook scope is, hebben ze ook iets van een soort van stealth dingetje erin verwerkt. En dat is een toetsencombinatie die dus schijnbaar je naadloos laat switchen tussen je office gebruik en je gaming gebruik. Maar daarvoor moeten we eerst sowieso even kijken of het überhaupt toetsenbord aangesloten kan worden. Kijken we. Ach, was schön. En ik neem aan dat dit dan gamer mode is, want allerlei gekke lampjes. Maar ik geloof als we dan functie deden en hier heb je dan een privacy modus die dus al je apps sluit en dan tegelijkertijd ook je audio mute en dergelijke. Dus kun je heel snel zeg maar ja, verdwijnen als je dat moet, als iemand je kamer binnenkomt lopen. En functie moest ik volgens mij de insert hebben en dan zou die. Wacht, is dit? Nee, dit is FN lock. Volgens mij, dit zou het moeten doen. Maar ik heb het idee dat hij het misschien niet doet zonder de bijpassende software. Maar als het goed is, zou hij dan zeg maar naar een iets subtieler profiel moeten schakelen. Zodat je naadloos kan wisselen tussen gaming en werk. En dan hey, is er ook nog een toets om heel snel Pornhub te laten verdwijnen. Als dat moet. En je audio te muten, want je weet nooit wie er mee aan het luisteren is. Ctrl-Shift-P, mensen, vergeet het niet. Hoe dan ook, de Asus ROG Strix Scope. Een toetsenbord wat waarschijnlijk ongeveer rond de €170 gaat kosten. We gaan hem binnenkort reviewen, dan zullen we ook ongetwijfeld beter gaan kijken naar wat het ding uiteindelijk kost in de Nederlandse webshops en fysieke winkels. Maar hoe dan ook, wordt dit een goed toetsenbord voor de FPS shooter, gamer? Dat gaan we allemaal ontdekken in GamersNet Gear. Mocht je er vragen over hebben, laat het nu weten, dan kunnen we daar binnenkort mee uitgaan. Ontdekken, samen met jou. We doen het. GamersNet Gear is niet van Peter of van mij, het is van ons allemaal. Stuur ons aan en bedankt voor het kijken naar de unboxing en hopelijk tot snel op gamersnet.nl.